Goedenavond allemaal. U hebt het waarschijnlijk wel in de krant gelezen. Het is nog maar pas geleden dat een man die geestelijk in de war was... een jong meisje van 10 neerstak met een mes op straat gewoon. Dat meisje overleefde het en die man belandde in een cel. En in die cel heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt. Twee gasten vanavond bij mij aan tafel. Die allebei schizofreen zijn. Dat is een ziekte waarbij waan en werkelijkheid uit elkaar lopen, hè, zo moet ik het zeggen. En dat je periodes lang in die waan kunt leven. Ja, hè? Ja. Kort gezegd waar het op neerkomt. Als je nou zo'n bericht leest, Hattie Tuin, ja. Herken je dat? Schrik je daarvan of begrijp je het? Ja, ik begrijp het wel. Ik herken het ook, want ik heb in dezelfde situatie verkeerd. Ik heb ooit, het is voordat ik medicijnen ging gebruiken... en het is zeker een jaar of 15 geleden... heb ik ook iemand gestoken met een mes. Ik leefde constant in de veronderstelling dat ik achtervolgd werd. Ik zag mensen op straat naar elkaar seinen over mij. Als de een zijn hand opstak naar de ander dacht... zie je ze seinen over mij met handgebaren. En ik ben wel gaan zwerven ook... omdat ik door stemmen het huis uitgejaagd werd. En op een gegeven moment liep ik op straat. Ik had al een mesje bij me... Waar, ja, ik dacht uit zelfbescherming, omdat ik me altijd zo belaagd voelde door iedereen. En ik liep een beetje doelloos rond en in een donkere straat. En ik hoorde voetstappen achter me. En die bleven maar achter mij. En ze kwamen ook dichterbij. Het was een man, die liep natuurlijk met grotere passen. Dus ze kwam dichterbij en op een gegeven moment... Ik raakte zo in paniek. Ik was er zo van overtuigd dat mij iets vreselijks zou gaan gebeuren. Dat ik pakte mijn mesje uit mijn zak en ik heb een kreet geslaagd, een soort vechtkreet, zeg maar. En ik heb dat mes gepakt en ik heb op hem ingestoken. Niet dat hij nou bloedend op de grond zakte. Het ging in zijn arm of naast zijn arm. Maar in ieder geval, die man is zich waarschijnlijk wezenloos geschrokken. Die heeft de benen genomen. Daar heb je nooit meer iets van gehoord. Nooit meer iets van gehoord. Maar je werd natuurlijk in realiteit helemaal niet bedreigd, denk ik, hè? Nee. Nee, maar je dacht niet, maar ik dacht het. Het was voor mij reëel. Ja, en daarom had je ook een mes bij je. Daarom had ik ook een zelfbescherming. Ja. En hoe komt het dan zo ver? Ik bedoel... De angst. Ja. De angst dat voor iets wat niet bekend is ook, hoor. Het was ook geen reële angst misschien. Nee. Maar ik had altijd zo'n enorme angst bij me. En toen ik dat gedaan had, was ik ook onmiddellijk helemaal rustig, hoor. En ik heb ook wat benauwde ogenblikken gehad de dagen daarna. Omdat ik dacht van ja, straks heeft hij aangifte gedaan. En heb ik hem vreselijk geraakt. En komt er een compositiefoto op de televisie met mijn gezicht. En wie kent de woon- of verblijfplaats. Ja. Maar had je hem geraakt eigenlijk? Ik weet het niet. Ik heb er nooit meer van gehoord. Nee. Maar weet je dan wel wat je doet? Nou, ik had wel een vaag besef van wat ik deed. Ja. Maar ik Het was ook iets abstracts. Het was niet dat ik direct dacht van, oh god, wat heb ik gedaan? Dat kwam pas de volgende dag, toen ik wakker werd. Ja. Eduard, Gerdes, herken je dat? Kun jij je ook voorstellen wat er met die man aan de hand was? Ik heb een tijdje in een soort... heb ik angsten gehad, paniek in mijn lichaam, ook agressie. Mm. Ik had geen medicatie en ik was psychotisch en manisch tegelijk. Heel erg spanning in me. En mijn grootste angst was dat ik dusdanig de controle zou verliezen... dat ik bijvoorbeeld zo'n meisje voor een stuk kaas zou aanzien. Of dat ik feitelijk niet meer verantwoordelijk zou zijn voor mijn daden. Dat ik niet meer dat de realiteit begon zich al te vervormen. Ik begon dingen voor andere dingen aan te zien. Maar zeg je nu dat je bang was dat je het meisje voor een stuk kaas aan zou zien? Nou, maar situatie, is dat dan reëel? Of mezelf, ook misschien. Ja. Mezelf ook. Ik denk dat bij mij was de dreiging groter dat ik mezelf uit de weg had geruimd. Want ik vond mezelf de meest waardeloze figuur uit deze wereld. Maar ja, maar de grens tussen jezelf en een ander, dat is niet zo groot, hoor. Die stap maak je vrij makkelijk. Ja. En is er dan het besef... zou die man het besef hebben gehad, weten jullie dat... Dat hij iets ernstigs aanricht. Kun jij misschien het beste nagaan, omdat je min of meer hetzelfde gaat? Niet op het moment zelf, denk ik. Nee. Niet op het moment zelf, misschien daarna. Ja. Maar het ligt er ook maar aan of hij in verwarde toestand was of dat hij helder was.
Ja, hoe was het bij jou? Ik werd, nadat ik het gedaan had, kreeg ik een soort ja, kalmte over me. Dat ik hoorde geen stemmen meer. Die stemmen waren op dat moment verdwenen. En ik dacht, ja, ga naar huis, ga naar bed. Besef je dan in die rust die er is wat je gedaan hebt? Nee, nog niet. Dat kwam de volgende dag. Ik ben naar huis gewandeld, ik ben naar bed gegaan, ik heb heerlijk geslapen. En de volgende dag werd ik wakker en ik dacht, wat heb ik nou gedaan? En dan slaat weer de paniek toe en de angst van, ja, straks sluiten ze me op. En hoe kom ik er dan ooit weer uit? En misschien doe ik straks nog wel veel ergere dingen. En waar is het eind? En waarom gaat het niet goed met mij? Ja, en doe je die dingen omdat je stemmen hoort die zeggen dat je dat moet doen? Ja. Wat zijn het dan voor stemmen? Ja, dat zijn stemmen. Het zijn geen bekende stemmen. Soms zijn het meerdere stemmen tegelijk die door elkaar praten. En dan kan ik er helemaal geen touw aan vastknopen. Soms zit het alleen in je hoofd? Nee, ik hoor het zoals ik jouw stem hoor. Ik heb ook wel stemmen in mijn hoofd. Eigenlijk ben ik daar nooit zonder. Maar ik hoor ook stemmen gewoon. Nu ook niet? Nee, nu ook niet. Het is net of ik op een receptie sta en het geroezemoes hoor van de mensen die aanwezig zijn. Het is nooit stil in mijn hoofd. Ook niet met medicijnen. Nee. Maar zijn het ook echte mensen? Ik bedoel, zie je die mensen? Hebben ze een gezicht? De mensen die ik zie? Nee, ik heb, de stemmen hebben geen gezicht. De stemmen hebben geen gezicht. Dat is alleen, dat hoor ik. Ja, en wat bedoel je met de mensen die je ziet? Nou, ik heb tijden zag ik bijvoorbeeld mensen in huis. Dan zat ik s'avonds een glaasje wijn te drinken op de bank. En ik heb een grote antieke spiegel in huis. En daar keek ik in en dan zag ik een stoel. En in die stoel zag ik iemand zitten en daar sprak ik mee. En was dat dan ook wel eens gezellig? Of dat was ook wel eens gezellig, maar het kon zich ook wel eens tegen me keren. Maar soms zat ik daar heel aangenaam een hele avond mee te keuvelen. Maar ik werd er altijd voor gewaarschuwd, omdat ze zeiden, daar moet je niet aan toegeven. Want zo roep je een psychose op, kan je een psychose oproepen. En dat wat je nu zegt, realiseerde je je dat dan ook? Van, nee. Ik moet er niet aan toegeven, want nee, ik maar roep het, iets. Het was voor mij ook niet het idee dat ik ga niet voor de spiegel staan en denken van, nou, kom maar. Nee. Ik keek in de spiegel en ik zag iemand. Ja. Was dat bij jou ook zo? Zijn dat stemmen die je hoort? Ja, bij mij was het zo. Kom, heb een achtergrond, tenminste een moeilijke familieachtergrond rondom de Tweede Wereldoorlog. En ik heb me heel erg verdiept op dat item. Ik wilde eigenlijk een soort bureautje over antifascisme beginnen. Ik verzamelde overal informatie erover. Ja. En ik deed eigenlijk 4 studies op dat moment tegelijk. Dat ging nog wel. Maar toen ging ik me ook nog storten op dat onderwerp. Ik ging s'nachts allemaal films zoals Shoah, die Blechtrommel, allemaal dat soort films nemen. En ik kreeg die echo's van die films kreeg ik in mijn hoofd. En ik kreeg ze met geen mogelijkheid meer eruit. Ja. Begreep je toen dat je in de war was? Nee. Ik dacht, ik ben gezond en mijn omgeving is knettergek. Ik dacht dat de omgeving hier niks aan doet. Dat ze de wereld zo irrealistisch is dat ze met dit soort problemen. Je ziet die films toch, je ziet het toch allemaal. Ja, en wat wou je dan doen? Ja, dat is juist de waan. Je leeft in een waan dat je denkt dat je iets moet doen aan armoede in de derde wereld. Je denkt dat je een betere samenleving moet creëren. Ik dacht, door het slechte in het verleden te bekijken, kan je daar wat aan doen. En in praktijk deed ik helemaal niks. Ik liep allerlei in de winkel, keek ik naar alle informatie, boekenwinkel in Utrecht, Poesekeme, keek naar alle informatie rondom de Holocaust. Maar in principe deed ik helemaal niks. Dat had ik niet door. Ik dacht dat ik heel zinnig bezig was. Ja, maar zij, je zult ongetwijfeld familie om je heen hebben gehad en vrienden. En zei die dan niet, of merkte die dan niet dat er iets heel vreemds met je was? Ja, die merkte van alles. Ik stonk, ik was vies. Ik heb geloof ik een half jaar niet gewassen. En ik zei dat er niks met me aan de hand was. Ik heb later ook hulpverleners gehad. Ik heb een tijdje ook nog bij een antroposofische arts. Kreeg ik spuitjes van het keuterplantje. Heeft ook niet echt geholpen. Nee, dat keuterplantje? Goethe. Oh, het Goetheplantje. Ja. Goh, heeft dat zelfs niet geholpen. Ja. Maar woonde je alleen? Of? Ik woonde zelfstandig. Steeds eerst in een studentenflat en later in een hele mooie woning in de binnenstad. Ik had alles. In mezelf had ik agressie en stemmen. En ik verging van de ellende. Maar ik had
een huis mooier kon het niet. Ik had aardige mensen. En toen was ik daarvoor, was het al misgegaan. Dat was ook de tweede keer. Ik had toen een herkansing. En toen, ja, ik had alles wat je zou willen hebben. En ik kon het niet managen. Nee, maar... En bleef je dan in die kamer zitten? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik zwierf door Utrecht. Ik kwam af en toe op de faculteit Utrecht. Ik ging dus naar... Stinkende wel. Nou, bij natuurkunde studenten, ik weet niet, valt het niet zo op, maar... Ja, maar en dan ging je aan het zwerven en zwierf je gewoon over de straat. Maar ik ging ook, een vriendin had me geattendeerd dat je in Utrecht het voortrein nauw had. Dus daar ging ik ook af en toe, dat was groen. En ik merkte dat, ja, ook de stemmen en de beelden rondom 2:30 ongeveer, of tenminste, wat ik erover gezien had en gelezen, werd minder als ik in de natuur en de einde liep. En ik had ook bewegingsdrang van de ziekte. Dus als je een beetje een end ging lopen, dat hielp erg goed. En dat realiseerde je dan ook? Ja, dat realiseerde ik. Ja, ik tracht er toch wel iets aan te doen. Maar ik had het, eigenlijk had ik het gevoel, dan lijkt echt een beetje op wat Hattie vertelt, dat je... ik had het gevoel dat iedereen tegen me was, dat zij dat veroorzaakte in me. De wereld wilde een aanslag op mij plegen, dus omdat ze, ja, ik wilde het goede en niemand wilde dat. Ja, en hoe liep dat af dan? Nou ja, eerst heb ik pamflet in de fik gestoken en toen ben ik afgevoerd en gaan zwerven door de weilanden. Afgevoerd, maar dat is, toen heb ik nog een herstel in een paas gehad. Tijdje hersteld, maar ook niet echt gezond geworden. Ja, dat is een psychiatrische afdeling. Ja, dat van het Algemeen Ziekenhuis, ja. En toen... daarna ben ik periodiek gaan zwerven. Dat is die periode die ik net beschreven heb. En dat is uitgemond in een soort mislukte actie. En wat ik, was die ik wilde actie? Eigenlijk wilde ik wat doen aan de verrechtsing in de samenleving. Ik wilde, geloof ik, een aanslag plegen, was mijn ideaal op een ultrarechtsfiguur. Dat leek me, en dan ten einde gaan, dat leek me ongeveer het enige wat ik nog kon bereiken in het leven, want ik had toch al alles verknald. Ja. Mijn studie ging ook niet goed. Maar uiteindelijk heb ik een papieren servetje op Hoogkatrijnen in de fik gestoken, omdat ik dacht, ik ben toch wel passivist. Oh ja, nou, dat was... Ja, het was ook, is ook wel tamelijk raar, maar... Ja, je hebt in ieder geval niet iemand vermoord. Nee. Nou, ja, achteraf gezien, ik bedoel... Maar dan merk je, je komt al in een grensgebied. Als je dat soort normen neemt... Want om je heen, iedereen dacht dat ik knettergek was. Ik ben ook in handboeien afgevoerd. Als je al niet stoort aan wat de hele wereld van je denkt... dan neem je andere grenzen misschien uiteindelijk ook vrij makkelijk. Ja, dus en dat realiseerde ik me wel. Ik had daar angst voor. Ja. Controle te verliezen. Hoe is het nou? Is er nog sprake van een geweten eigenlijk? Ik bedoel, waar we het net even over hadden. Zou die man, en in dit geval heb jij... dat je na zo'n periode denkt, wat doe ik? En dat kan ik mensen niet aandoen. Ja, ik vond ook dat ik daarmee mijn eigen bestaansrecht aantastte eigenlijk met dat soort handelingen en dat soort daden. Dat ik, ik was ook bang dat het van kwaad tot erger zou gaan, dat ik niet te stoppen was. En er waren wel mensen die kritiek op mij hadden, maar ik dacht hetzelfde. Ik dacht, wat doen die mensen aan? Waarom reageren mensen toch altijd allemaal zo vreemd op mij? Ik had totaal niet in de gaten dat ik zelf vreemd was. Ik wilde ook geen medicijn. Af en toe was ik dan opgenomen en dan kreeg ik medicijn. En dan kwam ik weer thuis en dacht ik, nou gaat toch goed, ik heb niet nodig. Stopte ik er weer mee en dan ging het weer van kwaad tot erger. Ja. En begrijp jij dat die man een eind aan zijn leven heeft gemaakt in die politiecel? Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Had die man niet in die cel terecht mogen komen natuurlijk, hè? In een politiecel? Wat ik een beetje denk is toch... De bedoeling is dat de GGZ toch gaat voor maatschappelijk in. Men gunt cliënten, dat ze in, of bewoners, patiënten, wat je het ook noemt, dat ze in een woning wonen. Ja, wie houdt jou eigenlijk nu in het gareel? Wie houdt je in de gaten? Ja, ik heb een soort zorgsysteem. Ja. Ik heb ten eerste een SPV, dat is van de RIA. Daar ga ik eens in de maand, soms eens in de 3 maanden heen. En ik heb ambulante woonbegeleiding van een begeleider komt me zo eens in de 3 weken, eens in de 2 weken... bezoeken. Ja. En die, eigenlijk is het heel gezellig en we doen niet zo gek veel, maar ik heb eens meegemaakt dat het bij mij verkeerd ging en dan worden ze opeens heel onaardig. Dan wil ik heel veel dingen en dan willen zij alles wat ik wil, willen ze niet. Ja. En besef je dan dat iemand probeert om je in het gareel te houden? Of denk je dan weer dat hij gek is? Nee, dat komt meestal pas... de laatste keer dat ik het had was zo'n 3 jaar geleden. Toen had ik het 3 weken daarna door. Ja. Wie past op jou?
ik heb een hele lieve man die mij onvoorwaardelijk steunt. En mocht het misgaan, ik ben in de war, neemt hij ook rustig vrij, blijft hij bij me. Boterhammetje op bed, kopje thee, kopje koffie. Ja. En dat gaat gewoon heel goed. Ja. En gaat het nu... Moet je iedere dag medicijnen slikken? Ja, iedere dag. Jij ook? Ja. Iedere dag medicijnen iedere slikken? Dag. Ja. Maar met medicatie, wat soms de media wordt verteld, is dat alle schizofrene medicatie moeten slikken. Dat is dus niet zo. Je hebt ook vormen van schizofrenie of mensen die een soort handicap hebben die wel zonder medicijnen kunnen leven. En dus je hebt ook alternatieve therapieën. Vaak helpt yoga en dat soort dingen ook wel goed. Ja, maar nou even voor jezelf. Als jij ze niet slikt, die medicijnen, wat gebeurt er dan? Dan ga ik te veel werken. Dan word ik zo workaholic. Dan gaat het van 60 uur stijgt dan snel naar de 90 uur. En dan uiteindelijk, ja, ik word zo verliefd op mijn werk. Dat had ik had het eerst, toen het zo slecht met me ging, was ik verliefd op theoretische fysica. Nu ben ik het op de belangenbehartiging. Maar ik weet niet of het veel beter is. Ja, en wat doe je dan in die belangenbehartiging? Ik reis het land door, geef lezingen. En ik ben heel erg bezig met vormen van werk creëren waarbij cliënten toch volwaardige vormen van werk kunnen krijgen. Vaak zit je in de recycling of dat soort dingen. En dat komt toch. Ja. De meeste mensen die kent langzamerhand toch wel de strot uit om eindeloos in de marge te zitten. Ja. Wat gebeurt er met jou als je je medicijnen niet neemt? Ja, ik word van lieverlee drukker en drukker. Ik heb vorig jaar was het denk ik, ben ik gaan minderen met medicijnen. Ik dacht, dat gaat zo goed, dat kan wel. En toen mijn man lag te slapen, kreeg ik weer de neiging om te gaan zwerven en te gaan struinen op straat. Ben ik op het Centraal Station Den Haag terechtgekomen. En ik heb een kaartje naar ver weg gevraagd. Waarop het meisje achter het loket zegt van nou, vraag dat maar even daar. En dat bleek de spoorwegpolitie te zijn. En die hebben toen mijn man in het RIAG gebeld. Ik kon wel thuis blijven, het was een randpsychose. Maar dus dat is toch wel een flinke waarschuwing. Ik pas wel voor om te stoppen met mijn medicijnen of te minderen. Ja, want die neiging kan ik me voorstellen als je denkt, het gaat goed. Nou, ik heb ze niet meer nodig. Ja, precies. Ja. Is het... je functioneert wel beter als je ze wel slikt. Maar zou je je eigenlijk prettiger voelen als je ze niet slikt? Ik zou me prettiger voelen als ik niet medicijnen hoefde te slikken. Ja? Ja. En wat is dat prettiger dan? Nou, dan heb ik voor mezelf het idee dat ik niet ergens van afhankelijk ben. Dat staat me niet aan. Ik vind dat een onprettig gevoel. Ja. Zou die man dat voorbeeld wat ik gegeven heb en wat... Ja. Onlangs gebeurd is. Die heeft natuurlijk ook zijn medicijnen niet gekregen in die politiestad. Zou die het gedaan hebben omdat hij geen medicijnen slikte? Nou, ik denk het niet hoor. Als je één dag geen medicijnen slikt, dan is het niet gebeurd aan het hek van de dam. Nee. Hij is nadat hij dat gedaan had, nadat hij het meisje had neergestoken. Ja. Heel rustig boodschappen gaan doen. Zijn medicijnen gaan halen. Dat zou kunnen begrijpen. Je schiet soms van de ene stemming of de ene gevoels. Of de ene soort psychotische stemming in de andere. Ja. Maar wat daaromheen is, dat je dan... Je moet het aanpassen aan de zorg. In essentie, als je in zo'n fase bent, helpt het niet of je medicatie verhoogt. Dat is één ding wat je kan doen. Maar je moet ook mensen om je heen hebben die adequaat ermee om kunnen gaan. Je hebt allerlei vormen van cliëntgerichte benaderingen die ook wel effectief zijn. Er zijn ook boeken over geschreven die volgens mij ook wel functioneren. Dus het helpt. De randvoorwaarden zijn ook essentieel. Als je alleen maar de medicatie zoekt, dat helpt niet voldoende. Je moet ook mensen om je heen hebben. Je moet mensen om je heen hebben. Politie, ook hulpverleners. Nou, ik dacht eerst dat hulpverleners ook fascisten waren. Ja, maar uiteindelijk toch, ik bedoel, maar dan is het aan de hulpverleners dat te doorbreken. Ja, en je bedoelt... waarschijnlijk ook dat als je die medicijnen eenmaal slikt, dan zie je die hulpverleners ook niet meer voor fascisten aan, neem ik aan. Dat is niet zo. Oh. Dat kan ook. Maar het probleem is dat die hulpverleners moeten proberen contact met te maken en vertrouwen op te bouwen. En dat vertrouwen kan je niet met medicatie alleen sturen. Als je vertrouwen in heel de hulpverlening of heel de wereld hebt verloren, dan moet er weer een basis gecreëerd worden waarop je weer gewoon mens bent. Ja. Dat je weer jezelf als mens voor mens aanziet. Ja. Hoe lang heb jij die ziekte al? Vanaf mijn 17, dus een jaar of 25. En dat is dat een langzame omslag geweest of was het er ineens? Nee, het is langzaam erger geworden. Het begon met het horen van stemmen en
Ja, ik ben toen ik 25 was, nee, een jaar of ja, 25 ben ik voor het eerst opgenomen. Toen zeiden ze, nou, je bent overspannen en die stemmen, dat is een overprikkelde fantasie. Dat gaat wel over, moet je gewoon niet op letten. Ja. En nu je dus die medicijnen slikt en een lieve man en zorg om je heen, wat doe je een hele dag? Ja, ik lees veel. Ik heb nu een computercursus waar ik me in ga verdiepen. Ja. Ik heb een cursus praktische psychologie. Ik doe natuurlijk wat in huis. Ik heb geen carrière of baan buitenshuis, betaalde baan. Dus ik hou het huis in orde, ik doe de boodschappen. En om een wat structuur in mijn dag te brengen, doe ik dat dus de hele dag door. Dan doe ik dit, dan doe ik dat, dan eet ik wat, dan drink ik koffie. En gebeurt het nog wel eens dat je verward bent of het niet meer weet? Ja. En dat voel ik dan ook wel. Dan heb ik wel het idee dat ik niet helemaal spoor. Mm. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb wel van mezelf, niet dat ik wartaal uitslaat, maar mijn man ziet het dan wel, hoor. Die zegt, is er wat? Dan zit ik bijvoorbeeld, dan staan mijn ogen niet goed. Die ziet het wel aan mijn gezicht. Mm. Maar dat is, dus met rust gaat dat wel over. Ja. Zelf onderken je dat niet? De ene keer wel, andere keer niet. Nee. Soms heb ik het inderdaad zelf niet door en dan attendeert mijn man me daarop. En dan neem ik of extra medicijnen. Wat zou er gebeuren zonder je man? Ja, dan zou het weer van kwaad tot erger gaan, denk ik. Ja. Ik leefde ook heel geïsoleerd. Ik had nauwelijks sociale contacten. Ja, hoe is dat nu? Nu, mijn man heeft me helemaal uit mijn isolement gehaald. Ja. Langzaam maar zeker. Ja. Hoe is dat nu bij jou? Heb je vrienden, kennissen, zijn die teruggekomen, zal ik maar zeggen? Ja, dat is lastig. Vroeger, ik heb dus een periode gehad dat toen ik zo die agressie in mijn lichaam had, die stem en zo. Toen heb ik ook erg snel ik heb zowel mijn mogelijkheden van carrière, ging goed met natuurkunde, ging met alles heel goed. Heb ik eigenlijk in anderhalf jaar vernietigd. En ik was ook van mijn omgeving. Ik maakte heel veel vervelende opmerkingen, want het probleem was, ik was vernietigend voor mezelf. En iedereen die het daar niet mee eens was, die kreeg dus ook een sneer. En dan heb je binnen anderhalf jaar... dan heb je er aardig wat gesloopt. Iedereen was eerder angstig dan echt niet mijn vriend meer. Mm-hmm. Maar ze bleven ook wel weg uiteindelijk. Ja. Maar op een of andere manier ben ik toen in de passiviteit geschoten. Ik heb een opname van anderhalf jaar gekregen uiteindelijk. Maar zijn die vrienden teruggekomen? Zijn teruggekomen, allemaal bijna. Allemaal bijna. Ja. En ik heb toch wel erg om vergeving gevraagd. Ja. Dat wel, ja. Want ik, op een of andere manier zat het niet lekker. Ik weet op een of andere manier toch wel alles wat ik toen gedaan heb. En dat is toch niet... Voelde je er schuldig over eigenlijk? Nou, niet eens schuldig. Schuldig heeft niet zoveel zin. Maar vooral gegeneerd dat je denkt, ik bedoel, ik ben toch wel... dat soort dingen doe je niet, denk je dan. Ja. Het is al gek dat je het allemaal onthoudt, hè? Want je zegt net dat je het je wel realiseerde wat je ze hebt aangedaan. Ja, maar op dat moment was ik dusdanig angstig. Ik leefde van prikkel op prikkel. Ik leefde in de trein en kon er niet uitstappen. Ja. Dus het ging dusdanig snel. Mijn hoofd was zo speedy. Het lijkt gewoon of je een dosis coke of speed hebt genomen of zo. Zo snel ging alles. Ja. Denk je nou eigenlijk dat je ooit weer terugkomt? Je zit nu in de hulpverlening. Verdien je daar geld mee trouwens? Krijg je een salaris voor? Nou, ik krijg VVV-bonnen. VVV-bonnen, heerlijk. Ja, maar denk je nou dat je ooit weer gewoon in een normale baan zult hebben met een salaris en gewoon weer kunt functioneren? Ik denk het wel. Hangt van verschillende keuzes af. Dat hangt van het is een droom van mij. Het is een droom van mij dat ik zelfs de term ex-cliënt zijn los kan laten. Want ik vind ex-cliënt ook een beetje een discriminerende term. Zeg je dat dan van jezelf als je ergens bent? Ik ben een ex-cliënt? Zeg je dat erbij? Ik maak soms gebruik van juist het stigma. Ik zeg, ik ben cliënt, patiënt, bewoner. Het is nogal wat. Ja. En hoe reageren ze dan? Nee, dat ben je niet. Ja, maar dan zeg ik ben het toch. En dan, ja. Maar geef eens het antwoord op die vraag. Denk je dat je ooit gewoon, dus zonder te zeggen ik ben een ex-cliënt, een baan kunt hebben met een salaris? Ik denk het wel. Ja? Ja. Ik denk dat het niet alleen voor mij, ik denk dat het voor het gros van de
Ook van mensen waar we het nu over hebben mogelijk is. Ja. Zijn jullie nou eigenlijk het bewijs dat je met zo'n ziekte kunt leven en redelijk kunt functioneren dankzij de medicijnen die er zijn? Nou, het is niet alleen dankzij de medicijnen. Dat zei inderdaad. Het is ook de omgeving. Ja. De combinatie van medicijnen en een goede omgeving. Een goede omgeving. Die goed op je past. Ja. Voor mij wel in ieder geval. Ja. Ik denk niet dat ik een beetje... Ik zou mezelf niet als bewijs durven noemen. Nee. Maar wat ik een beetje denk is... Ik heb tijden om me heen gekeken in psychiatrie. Op een of andere manier heb ik toch alles kunnen waarnemen. En ik ken genoeg mensen om me heen waar dusdanige mooie herstelprocessen mee aan de gang zijn. Dat ik denk, ik bedoel, het leven is... Ja, het is toch wel... Je kan heel wat van je leven maken. Maar ook een goede rechtspositie is ook essentieel. Ja. Dank jullie wel dat wij hier met z'n drieën aan tafel konden praten. En het gaat jullie goed. Er is... Ja,